Er zijn weinig mensen die op hun 15e een platencontract hebben. Gilles Simons uit Oudenaarde tekende vrijdagnamiddag zijn eerste platencontract. De jonge zanger gaat in zee met Patrick van de Wattijnen, ruim 10 jaar geleden de ontdekker van Laura Lynn, en nu vooral actief met Swoop en met Michael Lanzo. Ik ben in de muziek terechtgekomen omdat ik 7 jaar geleden de beslissing heb gemaakt om een hobby te zoeken eigenlijk. En ik heb les gevolgd aan de muziekacademie. Ik heb ondertussen dat afgewerkt. En 1,5 jaar geleden had ik ook een aantal filmpjes op YouTube geplaatst. Eigenlijk in een zotte bui. Maar er zijn toch organisators op afgekomen. En toen dachten we in allerheil, hoe moeten we dat nu doen? Een optreden, wettelijk, is dat mogelijk of niet? En dan ook natuurlijk praktisch, want niet iedereen kan beginnen zingen uiteraard. Maar dat is toen gelukt. Met het resultaat dat ik ondertussen al veel optredens heb gehad. Op 1,5 jaar tijd, ongeveer 105 optredens. En nu uiteraard met Patrick zal het hopelijk meer worden. En we zullen wel zien wat de toekomst ons zal brengen. Gilles gaat uiteraard nog naar school en combineert zijn studies Latijn Moderne Talen met die van een zangcarrière. Zijn single Wat een Nacht is vanaf maandag te koop op iTunes en daar kijkt Gilles enorm naar uit. Ondanks zijn jeugdige leeftijd kiest de zanger voor een bekend liedje uit het begin van de jaren 70. Patrick heeft mij een aantal nummers voorgesteld, waaronder Such a Night for Ricky Gordon. Ik heb naar al die nummers eens aandachtig geluisterd, maar toch, ik vond het speelse dat erin zit in Such a Night en ook de Nederlandse tekst, een beetje de vertaling ervan, vond ik ook het leukste, het tofste om uit te brengen. Bij de single Wat een Nacht hoort ook een clip die vanaf maandag op men te zien zal zijn. Gilles heeft er zin in en dankzij de samenwerking met Patrick van de Wattijnen gaan er voor de jonge man heel wat deuren open. Zo staat Gilles in de loop van de maand augustus onder andere op Feest op de Dijk tussen namen als Lindsay, Lobby Flion, Ivan, Swoop en de Romeo's. Gilles mag alvast beginnen dromen van succes, handtekeningen zetten en een pak extra optredens. Eén ding is duidelijk, Gilles Simons heeft talent en dat talent deelt hij vanaf nu met de rest van Vlaanderen. Ik ga momenteel nog geen doelstelling zeggen, maar alles wat komt, komt. En ik heb dat al ondervonden. Je kan het niet op voorhand voorspellen, want ik zou nooit gedacht hebben dat ik hier vandaag met een derde single en met Patrick zou gestaan hebben.